Goedemiddag, hier staan we weer bij de bouw, bij de Kuiperhof. Donderdag 2 januari, zei Walter net, maar dus donderdag 2 juli. Een mooie zomerse dag met zwarte wolken, maar als je naar de bouw kijkt, dan straalt de zon, want het gaat gigantisch vooruit. Ik heb Remy meegenomen. Hallo. Hè, Remy, ja. Wat vind je ervan, jong? Ja, goed. Het zit heel op. Ja, het zit. Ik ben nu weer een week op een mond terug. Maar ja, goed om te zien dat je heel veel goed krijgt, Armon. Het gaat gigantisch worden, ja, hè? Ja. Het begint echt contouren te krijgen, zeker, hè? Ja, beginnen te zien wie het gaat doen. Zijn. Dat gaan we de lui dadelijk laten zien. Dan gaan we de camera omdraaien, hè? Ja. Ja. Ik heb Walter weer bij me gestaan. Goedemiddag. Ja, voor hetzelfde, ik ga kijken even zo, wat is het dan? Ja, ook goed, goedenavond, goedendag. Dat mag ook zeker goed, hè. Hey Walter, het gaat echt goed op, hè? Ja, we liggen netjes op planning. De bedoeling is voor de bouwvak, 24 juli, dakvloer te storten. En dan is er eigenlijk dicht, zou ik zo zeggen. Nog de bouwvak, de dakbedekking erop en alles. Leef op standje nog even. Oké. Okay. Dan is er dicht. Wanneer bereikt voor het hoogste punt dan? Het officiële hoogste punt, dat is het liftdakje. Ja? Dat is in de week naar de bouwvak. In de week naar de bouwvak? Week naar de bouwvak. Oh, oké. Okay. Dus. En help me even, wanneer is de bouwvak? Dat is week 81, 82, 33. Dan zit voor eigenlijk, wat is dat, 17, 18, 20 augustus zo gaat, toch het hoogste punt bereiken, ja. Oké, chic. Dat is die week naar de bouwvak dan, ja. Dus dan even een feestje te vieren. Dat gaan we doen. Ik ga even de camera draaien. Wat zit er voor allemaal? Elbow dat? Ja, wat zit er voor allemaal? We hebben de stier even opgetopt. Dat staat nu op hoogte van de dakvloer. Ja. Dus ik ga even een beetje wiezen zo in beeld. Ja. Dat is eigenlijk, meer even in het spiegelbeeld kijken. De stier, dat bovenste slag, dat is eigenlijk de hoogte van de dakvloer dadelijk. Oké. Als je een beetje terug naar links draait. Zijn voor de eerste verdieping, zijn voor de appartementen aan het maken. Ja. Wat zijn voor nog? Aan de achterkant, maar daar moest misschien daar een fotootje van maken en bijvoegen. Achter het filmpje is het geit. Ja. Zijn ze bezig met metselwerk. Oké. Okay. Voor de eerste stenen al. Echt hoor. Ja, echt hoor. Oh god. We willen die kopse kant willen we even al omhoog trekken. Oké. Okay. Dat we al aan het beeld bieden. En verder, er zitten ook hier onder allemaal stonende stenen. Ja. Dus, En de kraan, wat is dit doen? De kraan is die kalkzand, die witte blokken, ja? Die boven op de vloer zitten. Oké. Okay. Er is een steiger boven op de vloer gezet. Voor onszelf, de stempels, de balken, de onderslagen voor de vloer eigenlijk weer op te liggen. Dus zo'n dingen gaan we allemaal doen. Jezus. En gelijk op schema? Ja. Oké, okay. Okay, dat is mooi. Dus je hebt over 3 weken heb je vakantie? 3-4 weken? 3 weken nu, ja. 3 weken heb je vakantie en dan is er al toe. Dan is de dakvloer toe, ja. Ja, ongelooflijk. Ja. Dat is, dan hebben ze de eerste etage dan helemaal gemaakt al. Ja. Dat is de roerboel. En dan, de roerboel, ja. Ja, ja, ja. Dan naar de bouwvak te beginnen met de afbouw en dan komen de binnenwandjes en de kozijntjes binnen. Ja. Zacht ook met de gevel, metselwerk helemaal rondom. Ja. Dan kreeg het echt vorm. Ja, we hebben het er al. Ik vergat vooral allebei van de vis, hè? Tenminste, ik vooral. Ja, ik ook. Wat voor zouden we eigenlijk een visje hebben voor de eerste stijn of voor de eerste shop in de grond? Dat is allemaal door corona. Is dat natuurlijk niet als stuk lastiger geweest. Mm-hmm. We gaan kijken naar een momentje. We gaan kijken naar een momentje dat we samen met die mannen. Ja, en de mensen van het Maartenshoes toch gewoon kijken van al door het op de schoot even het vieren. Ja, maar dat zal naar de bouwvak worden of dan over kans dat de coronamaatregelen ook weer gaat lastig worden om het voor vieren. Ja, zeker. Dus is gigantisch, het is echt chic, ja. Nou, mooi. Kimmy. Ja. Kerel. Ja, dat je ook goed. Ik heb goede berichten van Walter en ik kom ook binnenkort een vis kunnen vieren. Daar heb je ook van, aan de vis, hè? Ja, ben je niet, hè? Ja, nee, dat is
Ja, je ziet dus nu ook met de helm op. Hè. Walter heeft dus duidelijk gemaakt de helm op. Ja. Ik heb mijn werk schoon aan, die laat ik dus niet zien. Dat is mooi 48, dan is het beeld gevuld. Maar we zijn helemaal voorbereid erop. Dus de volgende vlog zal zo'n beetje zijn tegen het begin van de boerhok. Moet misschien kijken of we de boer in kennen met z'n tweeën. Jo. Ja, jo. Dan pak ik die spullen weer met en dan gaan we kijken tot we ze doorheen kunnen lopen. Goed. Allee dan. Hey, tot ziens weer en tot de volgende keer. Dankjewel. Hoi, hoi. Toch nog heel snel een vlog erachteraan, want we zitten nu bij de steen in kieken. De eerste steen is al gelag. Walter, vertel eens, wat zijn we? Nou, we zijn die dadelijk eigenlijk. De nooduitgang is het officieel nog. Ja? Hier aan de kant van de Dr. Kuiperstraat. We zijn van de zieken aan het Witte Metselaarweg. En als we een klein beetje weer aan de onder draait. We zijn voor de eerste rode steen, de eerste log, voor het overig metselwerk. Oké. Ik zal even voor het beeld, staal ik dit te geven kleuren. Oké, dus we krijgen een witte steen en zo'n donkerrode steen. Ja, en de witte wordt dadelijk met wit voegwerk afgewerkt en de rode wordt met gries voegwerk afgewerkt. Oké, dus dat loest het gewoon heel nauw. Ja. Er zitten ook diepte verschillen in. Het wit metselwerk ligt 16 mm verder naar achter. Dus het ziet zo fijn. Als je hier langs doorkiet, dan ziet het de rode steen iets verder naar voren. Oké, okay. Ik dacht dat hebben ze een scheef gelacht, maar dat is. Dat moet helemaal precies. En goed, je glits gaat zeggen, dat heb ik onthouden, maar ik weet niet wat het is. Een dilatatievoeg? Een dilatatievoeg. Dit is eigenlijk tot twee stukken metselwerk bij elkaar komen. Ja? En dat moet van apart kunnen werken. Ook door grotere velden wat van boven de krachten afdrukt door het metselwerk, dat moet apart kunnen werken. Dus het zit eigenlijk los van elkaar, zo moest je het eigenlijk zien. Oh, okay. Dat is een dilatatievoeg. Oké, okay. Dat was met het rekken en zo, maar dat wordt nogal. Dat wordt nog wel een hele hoop, joh. Dat... Een architect heeft het goed zijn best gedaan om zoveel mogelijk weg te werken in speciale hoekjes of okay. Wat van ook weggerekend hebben. Dus, Oké, okay. Mooi. Ja. Hey, dankjewel voor de update. Ja, merci.